Het is morgen al zover. Ja, nog één nachtje. Spannend. Hai. Jij gaat gewoon op een normale plek staan dan, hè? Dat is Ja, beter. dat is beter. Ja, of daar. Dat kan ik Ja. nog maar beter zien, ja. Ja, wauw. Oh, ik heb er zo zin in. Ja, heb je daar zeker zin in? Ja, jij ook? Ja, zeker. Is hier ook een kapper aan de overkant, hè? Ja, Leslie. als jij nou eens even op mijn haar stopt. Ja, maar wat wil je doen dan? Ik ben gewoon Leslie. trots op mijn haar, Jongens, oké? niet doen. Oké, wow. Probeer groot. Ga niet zo hoog op die stoel staan, man. En niet zo bekvechten met elkaar, oké? Ik hoop wel dat hij op tijd is. Ik hoop dat hij überhaupt komt. Ik ga een persoonlijk dingetje vertellen over Leslie, wat voor man het is. Leslie is een hardwerkend hoofdagent. Eerst in Sunnyvale werkte. En toen werkte hij in Cutraxia bij de politie als hoofdagent. En inmiddels is hij al in Cosmo, ook aan het werk. Leslie als DJ slash eigenaar bij Mindtopia FM. Als hij draait, maakt hij er leuk feest van. Hij is lief man. Lieve man die altijd voor iedereen klaarstaat. Het is een topper. Martje. Wie is Martje eigenlijk? Martje is een lieve, hardwerkende meid. Die altijd klaarstaat voor elke zeder. Zorgt dat je kleding er weer netjes uitziet. Maar helpt je ook aan je fitheid met lekkere pilletjes. Vanaf haar eerste dag staat ze elke dag klaar voor elke speler. Echt een lieve schat. Ze zorgt voor iedereen. Hoe het bruidspaar zich heeft leren kennen. Eerst zagen ze zich elke dag niet staan in Mindtopia. Tot op een dag Martje bij de politiebureau van Cutraxia binnenkwam lopen. Daar liep ze Leslie tegen het lijf aan. Vanaf dat moment kwamen Martje elkaar elke dag langs om gedag te zeggen. Op dat moment kwamen er een gesprek tussen hun. Er was een klik en er was al snel een leuke date aan. Een mooie vuurtoren in Rolandia is de plek waar ze elkaar voor het eerst buiten het werktijd zagen vol liefde. Maakten ze er een mooie avond en nacht van. Per paar dagen later kwamen ze elkaar op de dag op de plek waar het alle begon. Hij keek haar in de mooie ogen aan. Het vertelde lieve Martje, ik wil niet meer daten. Maar zei tegen haar, wil je met me trouwen? En daarom staan we vandaag met z'n allen hier om een lieve liefde voor eeuwig te maken. Leslie en Martje. Bent u naar deze kerk gekomen om voor de gemeenschap en haar kerkelijke bedienaar
uw liefde te bevestigen en te bezegelen. Nu zeggen wij samen met uw dierbaren en vrienden dit huwelijk. Zodat u trouw kan zijn aan elkaar en de plichten van het huwelijk op u kunt nemen. Antwoord daarom voor de gemeenschap hier aanwezig op de vragen die ik ga stellen. Vraag 1. Leslie en Martje, bent u uit vrije wil met de volle instemming van uw hart hierheen gekomen om met elkaar te trouwen? Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Leslie? Jazeker, zei ik. Oh, sorry. Leslie en Martje, bent u beide bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen? Al op al uw ontdagen online tijd. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Ja. Met elkaar wilt u een verbond van het huwelijk sluiten. Mag ik het bruidspaar daarom vragen om recht tegenover elkaar te staan en elkaar in de ogen te kijken. En hier in het bijzijn van uw vrienden en dierbaren voor de kerk uw willen kenbaar te maken om elkaar te trouwen. Voordat we hier aan gaan beginnen, wou Martje nog een gedicht voorlezen. Martje, ga je gang. Lieve Leslie, jij was in Kutrex je hoofdagent en ik ben meestal het boefje. Ik werd best vaak aangesproken door jou, maar toch als het regende liet je me nooit staan in die kou. Je bent zo leuk. Als ik even niet kan lachen, zeg je klop klop en lig ik weer in een deuk. Elke dag luister ik Mindtopia FM en ik bedacht me ineens, die radio is van hem. Opeens zagen wij elkaar staan. We zijn vervolgens in Rolandia op date gegaan. Het klikte zo goed. Ik heb zelfs nu een glimlach op mijn snoet. Vandaag zeggen we ja wordt tegen elkaar. Ik zal bij je blijven elk Mindtopia jaar. Liefst Martje. Oh, wat lief. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Wij gaan verder met de ja-woorden. Leslie, aanvaard jij Martje als jouw vrouw en beloof je trouw te blijven in goede en slechte tijden, in armoede en rijkdom. Wat is daarop jouw antwoord? Jazeker. Martje, aanvaard jij Leslie als je man en beloof je trouw te blijven in de goede en slechte tijden, in armoede en rijkdom? Wat is daarop jouw antwoord? Nee, ik ga geen nee zeggen, dus het wordt ja. Oh, ken je het toch? Voortaan zal de kerkgemeenschap uw vrienden en dierbaren u beschouwen als gehuwden. Daarom verklaar ik, pastor van de kerk Industriel, u tot man en vrouw. Mogen uw vrienden en dierbaren bevestigen, mogen uw vrienden en dierbaren bevestigen, bezegenen met een zoen. Oh, ik moet eens zoenen. Oh. Dat is meer knuffelig, maar maakt niet uit. Van harte gefeliciteerd. Jullie zijn getrouwd. En dan mag iedereen nu even feliciteren. Pas op met je geluid. Help. Oké, dat was al even genoeg. Dan, even kijken hoor. Denk ik wel dat het tijd is voor een mooi feestje. Nou, nee. We gaan nog even wachten, jongens. Oh jee. Oh jee. Want er moet nog wel natuurlijk getekend worden. Oh. Nou, kan nou nog... Ja, ik... Kan nu nog nee zeggen. Kan nu nog... Nee, ik ga het niet doen. Nee, ik ook moet niet je naam... We willen het niet meer. Sorry, we blazen alles af. Nou, grapje, we gaan gewoon... Jij moet dit signen met Martje en je naam erin zetten. Oh, dan geef ik die nu wel aan jou. Ja. Jij moet je dat in doen. En jij, Leslie, dat man signt hem altijd. Dus jij moet hem signen. Met trouw. Trouwen. Alleen met signen? Ja, je moet met jouw naam, Leslie. Hij is gesigned. Mag die aan mij gegeven worden? Jongens. Ook droppen mis. Jij ook, Gio. Nee. Nu zijn jullie officieel getrouwd. Moet ik ook tekenen?
Nee, de man tekent altijd. Oh, sorry. Ja, ik trouw niet elke dag, hè. Oh, nee, wat is dit? Oh, waarom krijg ik een boekje? Oh, mijn eigen boekje. Okay. Jongens, hebben jullie al een donatie, een cadeautje gedaan voor Leslie? Want ik zie dat er nog niet heel veel in de kist ligt. Ik kan eventueel een cadeautje hier achterlaten in de chest buiten. Of bij het radioplot in de hoppen gooien, dan komt het wel goed. Verder gaan we lekker de afterparty houden in Cutraxia. Dus mochten nog mensen niet bij aanwezig zijn hier, ga alvast naar Cutraxia toe. Waarschijnlijk zal opa wel de muziek regelen. Bols. Of niet opa? We moeten over nadenken. Opa rent gauw weg. Hij is even zijn cd'tjes aan het halen. Zo, oh, ik dacht zijn platen. Ah, je moest net wel even zweten, hè, Leslie? Ja, ik dacht even, ze gaat nee zeggen. Ik dacht even, uh-oh. Ik had echt zoiets gehad van, ik had het dan weer wel gedaan op mijn eigen bruiloft. Ik ben wel weer zo'n klotser. Okay. Maar als er iemand is die toevallig gewoon gezellig muziek wil draaien, één bot is welkom. Wauw, ik ben getrouwd. Maar waar is Leslie? Leslie, waar ben je? Hier ergens. Waar ben jij? Waar? Huh? Oh, hey, ik zie je. Wat? Wat, waar? Oh, hey. Oh. Hey. Hey, we zijn getrouwd. Wauw. Ja, wat een feest zeg. Ja, veel mensen joh. Moet je kijken. Echt, wat een partij mensen allemaal. Wauw. En ik zei nee, hè? Ja, ik dacht even. Ja, Oké. Je schok, hè? Ja, dat is je goed geluk. Maar nooit meer doen hoor. Nee, doe ik niet. Nee, ik ga natuurlijk niet nog een keer met je trouwen natuurlijk. Hè? Mooi geluk. Maar waar is Willem? Willem? Oh, ik heb hem al gevonden. Hij zit bij de bar. Ik wil bier. Bier? Hij staat bij de bar. Geef me bier. Bier, Willem. Hey. Willem. Hallo, luister eens. Ik wil bier. Willem, je mag geen bier. Oh, hey. Oh, hi. Hey, bier. Ik wil energy drank. Bier. Energy drank. Wat? Energy geef drank? Me. Wat is nou bier of energy drank? Okay. Geef me bier. Moet ik het pakken dan? Geef bier. Les? Of moet ik het pakken? Als het goed is krijgt hij nou. Oh, oké. Okay. Lekker. Ik heb al even. Moet je wel even naar de zijkant lopen, zoon? Ja, anders wordt het van je afgepakt. Ja, lekker energy drank, hè? Geen bier. Ja, al die mensen. Speciaal voor jou, hè? Ja, vet veel mensen, joh. Wow. Dank je. Heb je zijn energy gekregen? Is die energy ja. Ik heb energy. Is dat wel echt energy? Ja, mooi, hè? Ja, is dat echt energy? Nee, je mag gewoon geen drank, ja, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik ben nog geen 18, dus ja. Nee, daarom, je mag niet bier. Maar we zijn getrouwd, Leslie. Getrouwd? Ja, inderdaad. Maar blijf de hele avond in je trouwjurk lopen, gehad. Ja, mag dat niet? Nee hoor, maar als je even om wil kleden beneden liggen, had ik al een kleertje voor je klaargelegd. Ah, oh, wat lief. Nee, als het wat kouder wordt, als je misschien dan straks om wil kleden. Ja, als het kouder wordt, dan doe ik dat wel even. Willem? Lukt dat? Wat? Wat doe je? Ik krijg het topje er niet af. Topje? Leslie, help hem even. Ja, nee, het lukt wel. Oké. Oké. Nou ja. Maar dan gaan we gewoon lekker feesten. Ja, dat moet jij zo nog even omkleden, mag je dat even lekker doen? Ja, het wordt straks wel frisjes, dan doe ik dat wel even. Ja? Ja, komt goed. En Willem? Ja, komt helemaal goed. En het die drank, ja. Ja, oh, je weet het. Oké. Niet alcohol. Dat mag je niet doen. Ja. Leslie, kom even mee. Ja. Ik maak me zorgen, volgens mij zit hij in alcohol. Ik ga zo meteen wel even kijken. Ik hou hem wel even een beetje in de gaten. Ja, doe dat alsjeblieft. Ik maak me zo zorgen om hem, hè. Ik vind het lastig, hoor, zo'n puber. Ja, dat komt wel goed. Ja? Oké. Ik vertrouw erop. Het is nu ook mijn zoon, dus ik let er goed op.
Oké, maar zijn haar zat wel goed, toch? Ja, daarom. Zijn haar zat netjes. Ja, hij ja, heeft het goed gedaan. Ja, mooi. Dat is belangrijk. Ik wou dat hij er leuk uitzag. Hè. Maar ja, let alsjeblieft op hem dan. Ja, inderdaad. Ik maak me zo zorgen om die... man, al die drank, al die... Ja, ik ga even bij hem kijken dan. Ja, is goed. Ik ga hier wel even kijken, even praten met die mensen hier. Komt helemaal goed. Ja, is goed. Ja, Oh, Willem. Willem, gaat het? Wat is er gebeurd? Ik viel van de trap af. Ik heb een topje erop gekregen. Hoe viel je van de trap af dan? Ik zette zoveel kracht om het dopje eraf te krijgen en het lukte. Een dopje er. Hè? En dan val je van de trap. Wat? Oh. Het is toch wel energy drank? Nee, het is energy. Ja, energy. Toch? Ja, lekker, het is geen alcohol, hè? Mag ik wat eruit drinken? Nou, ik vind hem voor mezelf. Oh. Hij is al leeg. Kijk, hij is... Kijk, wacht. Kijk, hij is leeg. Oké, maar niet aan de alcohol. Ja. Nee, alleen energy drank. Ja, natuurlijk. Ik zou hem nooit drinken onder 18. Hè? Nee. Nee, want die scooter wil je graag. Dus, maar denk alsjeblieft om Willem. Ja, ik ga er nog een halen. Ja, energy, hè? Niet alcohol. Oh, is goed. Doei. Ja, doei. Dank je. Ja, doei. Bier. Leslie. Volgens mij echt bier was het, hoor. Ik weet niet. Ik hou hem wel even in de gaten. Oké, doe dat. Ik zal wel even met de barman praten dat hij niks meer krijgt. Nee, is goed. Dat dan. Oh, wow. Maakt me echt zorgen. Maar ik denk dat ik me even ga omkleden dan. Dan gaan we. Ja, daarom. Nee, straks goed. Val ik over mijn jurk heen als ik moet rennen. Als hij weg is, straks is hij weg. Is goed. Maar ik spreek doei. Je. Doei, knuffeltje. Doei. Ding. Oeh, schatje. Doei. Doeg. Doei. Doei. Ik heb even andere kleren aangedaan. Oh, wat zijn mensen toch druk hier. Die heeft glas in haar hand. Oké, het zal wel. Maar even kijken waar Willem en Leslie zijn. Geef mij eens een biertje. Bob, geef me nou eens een biertje, man. Ik wil gewoon een biertje, oké? Nog eentje, kom op. Hallo? Hoor je me wel of zo? Wat ben je aan het doen, Willem? Ik ben energy drank aan het bestellen. En ik zie Leslie daar gewoon praten met iemand anders. En hij zou op jou letten. Ik wist het, hè. Je zat... Oh, je bent echt aan het bier. Nee, ik ruik het. Ik ruik het, Willem. Oh, waarom moet je altijd zo op mijn zeik? Ik moet toch wel een keertje je in aardje... bent... Oh, je bent nog in 18. Nee, maar... En Leslie zou ook op jou letten. Wat is dit? Ja, het is een slechte vader, oké? Okay? Het is geen slechte vader. Het is jouw vader nu, ja? Hij zeikt ook over mijn haar. Het is niet leuk, oké? Okay? Nee, hij zei net dat jouw haar leuk zat. Ja, nou en waarom krijg ik dan weer een taart? Ik hoef helemaal geen taart. Mag hoor niet helemaal niet bij iemand in zijn gezicht. Ja, kijk het maar lekker. Wat ben jij vervelend? Jij bent... Ik wil gewoon een biertje. Ik wil gewoon één avondje gezelligheid. Ik wil gewoon één keer een biertje drinken. Willem. En alweer mag ik niet van mijn vrouw. Kom op, je bent net 2 dagen mijn moeder. Waarom moet je zo over mij bepalen? Jij bent nog geen 18, Willem. Je mag nog geen bier. Ja, nou en eerst had ik een andere moeder en dan mocht ik het wel. Maar waarom moet ik dan opeens naar jou luisteren? En Leslie, wat... Ja, Leslie zit... Nou, ik vind het echt niet leuk, Willem. Ja, ik ga nog een biertje bestellen, hoor. Nee! Meneer, mag ik een biertje? Als Willem? Eentje. Kappen nu. Ga ik wel thuis drinken? Ik vind het echt niet... Nee, Willem! Nee, ik ga wel thuis drinken. Ik vind het echt niet kunnen, Willem. Nee, mag ze... Je verpest mijn hele bruiloft nu, hè? Ik wil je had beloofd dat je geen alcohol zou drinken, Willem. Martje... Ik heb al de hele avond op energy drank moeten drinken. Je hebt gelogen tegen mij, hè? Eén biertje op en nee. Eentje. Nee, je hebt vet veel gehad. Ik ruik het, Willem. En dat je van de trappen viel, je had toen zeker ook op, hè? Misschien, maar... Misschien? Wees eerlijk, Willem. Ja, oké dan. Ja, klopt. Maar waarom? Ik heb toen eentje op. Omdat ik gewoon een keer een avondje plezier wil hebben. Het is jouw bruiloft, ik wil gewoon ook plezier hebben. Jullie zitten allemaal te zuipen, dan wil ik ook eens een biertje. Ja, maar Willem, het mag niet. Nee, dat weet ik. Maar het is een openbare ruimte. Als hier iemand achterkomt, dan ben ik echt de sjaak. Dan zeggen ze echt dat ik een slechte moeder ben. Ja. Oh man, ik vind het echt niet kunnen, Willem. Waarom mag ik nou nooit één avondje plezier van jou hebben? Ja, Willem, ik weet het beter. Maar je gaat gewoon... Ga maar naar huis of zo. Ik wil niet meer op jou letten, oké? Doei. Nee, je drinkt thuis niks.
Ik ga wel drinken thuis. Nee, jij gaat gewoon naar bed. Nee, ik ga thuis drinken. Jij gaat gewoon naar bed, Willem. Oké, ik ga slapen. Ja? Fijne avond, Martje. Ja. Doei. En morgenochtend kan je een nieuw bier kopen. Later. Nee, ik ga geen nieuw bier kopen. Willem? Willem! Shit. Oh, en nu? Willem. Shit, sorry. Ik wil geen ruzie. Shit. En Leslie, die heeft helemaal niet opgelet. Verdomme. En nu? Shit.